Vandaag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitsdag en bewust is volgens Tanja Liu, coördinator van het Small Grants Program, gekozen voor deze dag om hier in Ikeri aanwezig te zijn. Het Small Grants Program is een fondsprogramma die niet-gouvernementele organisaties, de NGO's, in staat stelt projecten in te dienen die dan per project aanspraak kunnen maken op ongeveer $50.000. Zo'n projectvoorstel dient dan wel te maken hebben met het aspect milieu. Volgens Leeuw is gekozen speciale aandacht te besteden aan Bigipang vanwege zijn biodiversiteit, waardoor ook goed invulling gegeven kan worden aan de gedachten achter het uitroepen van deze dag. Leeuw gaf de reports aan wat er allemaal gedaan zou worden, kort voordat er een meeting plaats had met diverse stakeholders in Solom vanmorgen. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan de bevindingen, het resultaat van een onderzoek wat heeft plaatsgevonden hier, uitgevoerd door het Rode Kruis en wat als thema heeft klimaatsverandering en het milieu en de mens. Snap je dus hoe gaan we daarmee om met de klimaatsverandering of met de veranderingen die we nu zien met het klimaat, met het milieu, met minder vis of met meer droogte of juist meer regen. Hoe gaan we daarmee om? En dat onderzoekje dat heeft het Rode Kruis uitgevoerd. We gaan kort presenteren wat er in het onderzoek is gedaan. En we gaan het rapport ook overhandigen aan de verschillende stakeholders hier. Heel wat mensen fronsen de wenkbrauwen als de naam Rode Kruis valt. En ze denken, wat heeft een bloedbank te maken daarmee? Ja, het Rode Kruis staat inderdaad bekend. Hun voornaamste taak is de bloedbank. Daar kennen heel veel mensen het Rode Kruis van. Maar men vergeet dat het Rode Kruis nog meer is dan dat. Het Rode Kruis is eigenlijk bedoeld voor de mens in zijn algemeenheid om het leven van de mens te verbeteren. En een van de zaken, ze hebben dus een speciale afdeling in Paramaribo die zich bezighoudt met calamiteiten. Omdat de voorgaande jaren hebben we gezien dat er toch vaker calamiteiten in Suriname hebben plaatsgevonden. Dus ze zijn betrokken geweest bij de overstroming in het binnenland, maar ook bij andere calamiteiten zijn ze betrokken geweest. En nu hebben ze een speciale afdeling die dus onder andere klimaatsverandering, studies en onderzoek doet. Er is een rapport opgesteld, zoals u het heeft aangegeven. Die wordt vandaag aangeboden. Is er een vervolgtraject? Nou, de bedoeling is dat we graag willen praten dan met de stakeholders om te kijken van wat er in het rapport voorkomt. Wat zijn de prioriteiten voor de mensen hier van Bigipan, van Ikeri? Want er zijn natuurlijk altijd een heleboel activiteiten opgenomen wat je kan doen. Maar wat zijn de prioriteiten en hoe kunnen we dat samen oplossen? Wij hebben inderdaad de financiering. Maar de aanvraag moet komen vanuit de gemeenschap, vanuit een NGO of een gemeenschapsorganisatie. Van waar moeten de middelen voor de financiering komen? Wij hebben de middelen voor financiering. Dus wij zijn echt een financieringsmechanisme. Praat over wij, duidelijker? Een Small Grants Program, ja. Het Small Grants Program heeft dus inderdaad de middelen. Maar er moet dan wel het initiatief moet komen vanuit de gemeenschap, laat het zo zeggen. Want wij zijn echt een gemeenschapsontwikkelingsfonds. We kunnen de overheid niet het geld geven, laat het zo zeggen gelijk. Maar de overheid is wel een belangrijke stakeholder en een partner voor uitvoering. Dus daar kijken we nu naar in de toekomst. Vervelende vraag. U geeft aan, de middelen kunnen niet aan de overheid gegeven worden. Maar toch wordt het rapport aangeboden aan het districtsbestuur. Ja, het districtsbestuur zien we als een belangrijke partner. We willen ze altijd op de hoogte houden wat we doen met de gemeenschap. En zeker tijdens de implementatie van projecten zien we hun als een hele belangrijke partner. U weet het ministerie van RGB, Natuurbeheer, die speelt een belangrijke rol bij het beheer van Bigipan. En we willen ze zeker niet overslaan als we iets willen doen hier, want zonder hun zou het zeker niet duurzaam zijn. Tot slot, hoeveel geld is er weggelegd om dergelijke projecten hier te gaan uitvoeren? Wij hebben per een limiet bij ons, is per project, per organisatie, kan je $50.000 aanvragen bij ons. Dus het is niet beperkt tot één project. Je kan vanuit Bigipan kunnen we meerdere projecten financieren, maar het is wel per organisatie inderdaad een limiet.